En op die manier is er dus eigenlijk voor elke rit een bepaald protocol. En in dat protocol staat ook hoeveel koolhydraten per uur ze nemen. En varieert het ook nog het type product wat je dan gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een bergrit ten opzichte van een vlakke rit? Het type producten verandert ook nog. Dus als we heel erg veel koolhydraten per uur binnen moeten krijgen, dan gaan we ook andere producten gebruiken dan wanneer het een relatief rustige rit is.